Lieselot, de feestdagen komen eraan, dus ik stel voor dat we een keer een lekkere viergangen menu gaan klaarmaken. Dus we gaan nu beginnen met het hapje en wat had je voorzien? We gaan een forelmoesje maken. We gaan daarbij een garnituur van Granny Smith en komkommer doen. En afwerken met bieslook en dille. Eigenlijk heel simpel, maar superlekker. Je gaat dat wel zien. Ja. Jij mocht al beginnen. Ik wil eigenlijk een heel fijne blokjes, een hele fijne brunoise. Het is echt heel fijn gesneden, dat je echt van die heel fijne blokjes hebt. Hetzelfde met de appel dus. Ja. Ook zo eenzelfde hoeveelheid als dat je van de komkommer hebt. Dit mag ook daar gewoon bij. Dat mag daar gewoon bij. Dat heb je dus goed gesneden, heel klein blokjes. Wat gaan we nu doen? Dan gaan we daar gewoon een klein beetje van onze Salad Dressing Classic over strooien. Dat geeft direct veel smaken. Een 3 koffielepeltjes, schat ik. En dan laten we dat trekken. Dan ga je zien dat die straks ook helemaal gaan onderstaan. Dat gaat ook dat vocht wat onttrekken. En dan kunnen we dat mooi afgieten. Maar de smaak die zit er dan echt in. Oké, dus dit is klaar. Dan kunnen we nu aan de forelmoes beginnen. Oké. Pak mijn blender. Dit is echt belachelijk gemakkelijk. Dat is iets voor mij. Dat mogen we de gasten niet vertellen. Oké. Dus we pakken wat gerookte forel. Voilà, ik leg die daar gewoon in. En dan gaan we daar gewoon wat zure room bij doen. We gaan dat op smaak brengen met nog een beetje van ons kruidenzout. Een gekruid zout eigenlijk. En nu gaan we dat gewoon eventjes blenden. Oké, Pascal. Ik denk dat het nu wel genoeg is dan. Dus eventjes kijken. Het ziet er wel vrij moesachtig uit. Klein beetje pimpen met vanille. En een beetje bieslook. Een beetje bieslook. Dan gaan we nog een beetje peper bij doen. Dat is net de bedoeling van een amuse, dat het echt zo'n streling voor de tong is. Hè? Een smaakbommetje, hè? Ja, inderdaad. Dan gaan we dat nu in een spuitzakje doen. Ja. Dus dat gaan we daarin doen. Maar je gaat dit gewoon zo in je ijskast leggen. Een grote zak. Hè? En dan kan dat mooi opstijven en dan maak je dat dus net voor je gasten komen. Oké, Pascal, dan mag je als je wilt misschien best dat klein lepeltje gebruiken nu. Ja. Zo die hoeveelheid in het glaasje doen. Ja? Een goede bodemke. Ja. En dan gaan we de forel erop spuiten. Zo. En dan kunnen we dat misschien nog wel afwerken met een takje dille. Dus een forelmoesje met zure room en Granny Smith en komkommer. Echt schattig, hè?